Yo Nintendo fans, welkom bij weer een nieuwe Pokémon Scarlet video. En we zijn nu aan de oostkant van Messagoza. Want we gaan in deze video even kijken wat Arvan aan het uitspoken is. Hij is namelijk bezig met de Titan Quest. Ik zie hier trouwens een nieuwe Pokémon. En als jij blij bent dat er een nieuwe Pokémon video is, knal de duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren. En zet de belletje aan, want dan mis je niks. Oh, en ik heb nog de verkeerde Pokémon voorstaan, zie ik. Dit is niet zo'n goed plan, Charcadet. Kom eens even terug. Go Quaxwell! Ja, in de vorige video is mijn Quaxly geëvalueerd in Quaxwell. En hebben we de eerste gym badge gehaald. Ik ga even pounden, want ik wil hem verzwakken. Ik wil hem nog niet... Oh, dat gaat wel heel langzaam op deze manier. Zal ik gewoon een pokebal gooien? Ik vind dit niet zo'n hele boeiende Pokémon. Het is gewoon een steen. Een steen met ogen. Beetje een raar ontwerp. Deze gaan we niet in ons team doen hoor, jongens. Hoppakee. Oh, gelijk twee Pokémon een level omhoog. Maar Chief, die wil Bite leren. Prima, in plaats van Scary Face. Ja, dit is dus Knackly. Ja, ik weet het niet, man. Ik vind het een gekke Pokémon. Weet je wat, dat is de vraag van de dag. Wie vind jij de raarste nieuwe Pokémon? En waarom? Laat het weten in de comments. Hallo allemaal. Allemaal Shinxies. Nou, ik moet me niet af laten leiden. Ik ben onderweg naar een Titan Quest. Maar eerst ging ik natuurlijk nog battelen tegen allerlei trainers om het team te trainen. Zo moest Quaxwell tegen Aerokuda. Water tegen water. Quaxwell won. Palmy, de Electric-type Pokémon, die leerde Dirk. Die had ik niet verwacht, maar best wel handig. Ik kwam een grot tegen. Vervolgens klom ik het trappetje omhoog. En daar lagen wel wat items. En er stond nog een trainer die wilde battelen. Hij had een Crabrawler. Maar die ging natuurlijk ook snel neer. De volgende trainer had een Iglybuff. Maar ik heb het gevoel dat ik nu al een beetje overleveld ben eigenlijk. En toen ging mijn telefoon. Tringelingelingeling. Yo, what up? Dit is sowieso Arvan. Ja, zie je Arvan? Arvan zegt dus wat ik tot nu toe weet is dat de Stony Cliff Titan hier ergens in dit gebied moet zitten. Ik heb al gekeken, maar ik kon eigenlijk niks vinden. Misschien is die helemaal bovenin. Nee, dat is onmogelijk, zegt hij tegen zichzelf. Ik denk niet dat hij durft om zich op zo'n plek te verstoppen wat zo gevaarlijk is. Nou, kijk uit. Val niet naar beneden. En gebruik je map goed, zegt Arvan. Ja, dus we moeten eigenlijk ergens naar boven klimmen. Dat is eigenlijk toch wat je zegt. Zo van, ga maar boven kijken. Waarschijnlijk is het niet slim, maar ga het maar gewoon doen. Oh, dit is de evolutie van de Chonky. Oké, jou moet ik even battle hoor. What up? Hij wordt wel cool. Oinkeloin, wat geniaal. Level 19. Oké, je gaat dik doen. Dat vind ik niet oké. Ben ik al een flying type? Kan ik wegrennen? Nee, ik kan niet wegrennen. Waarom ben je ook sneller? Oké, dit gaat fout. Kan ik nu wel wegrennen? Vind jou vervelend. Doei, Oinkeloin. Mazzel. Het is dat het een normal type is. Of is het nog een normal type? Ik heb hem natuurlijk niet gevangen, dus ik weet het niet zeker. Maar ik denk het wel. Hey, ik ga even een Litley overslaan, gewoon voor de XP. Oké, ik moet duidelijk gaan trainen, want anders gaat het allemaal niet goed komen natuurlijk. Oké. En nu ga ik Aqua Jet doen, want Aqua Jet die gaat altijd als eerste. Hoppakee, level 18 Pokémon, jemig. Oké, misschien moet ik toch een beetje rekening houden dat die Titan Pokémon wel sterk is. Kijk, we krijgen wel lekker veel XP gelijk. Misschien is het een goed idee om even wat Litleo's te gaan verslaan. Even een klein beetje levelen gewoon. Oh, maar deze is maar level 11. Die is opeens een stuk lager level. Oké, doei. Goed zo, twee Pokémon level omhoog. Dit gaat wel lekker snel, dat is wel nice. Yes, oké. Quaxwell is ook een level omhoog. Ik moet dus waarschijnlijk deze berg opklimmen. Of is het nog verder vooruit? Nee, het is nog veel verder. Ik moet nu een beetje richting het groen, richting het noorden. Nu kom ik opeens weer level 20 Litleo tegen. Wat gek. Eén moment zijn ze level 11 en dan opeens level 20. Ja, maar dit is wel chill voor die XP'tjes, jongens. Hoppakee. Gewoon verslaan die handel. Kijk eens, 328 XP. Fiddo gaat ook een level omhoog naar 16. Ja, dit is wel een goede tactiek om Pokémon te levelen. Moeten we daar naartoe? Naar die toren? Oké, ik spring gewoon hier naar beneden, mazzel. Ik denk dat we goed gaan. Ja, kijk, dit ziet er wel een beetje uit als zo'n gebied waar een Titan Pokémon kan schuilen. Zo een beetje tussen die rotsen hier. Moet dus wel een beetje omhoog. Hey! Meneer Krab, what up? Dit is Klaw. Dit zou ook wel een steentype Pokémon zijn, denk ik. Hij is een soort van robot. Robot Krab of zo. Kijk die bek. Oké, ik heb hem boos gemaakt zo te zien. Jeetje, ik heb hem heel boos gemaakt zo te zien. Maar zijn defense gaat allemaal wel naar beneden. Oh, niet te veel mij pijn doen hoor. Dankjewel. Rustig aan alsjeblieft. Ik doe even een Aqua Jet en dan is het klaar. Heftige Pokémon. Oh, kijk, vier Pokémon gaan de level omhoog. Quaxwell wil low sweep leren. Is goed, gaan we doen in plaats van pound. Quaxwell gaat wel echt hard. Die is al level 9. Die gebruik ik ook nu het meest, want ja, we zijn in een steenachtig gebied. Dus lijkt me het slimst om Quaxwell hier te gebruiken. Maar waar moeten we naartoe? Oh, ik ben er voorbij gelopen. Ik moet nu richting blauw. Ja, ik moet hier naar die toren, denk ik. Ik moet hier naar boven. Hallo? Zit jij hier? Lijkt me sterk, toch? Ja, het kan wel dat hij zich in deze toren aan het verstoppen is. Er is iemand hier. Of misschien kan ik vanaf hier wel zien waar die is. Hé, we hebben hier een itempie. Oh, en we hebben dit. En volgens mij is dit een Pokémon. Volgens mij is dit een Pokémon, jongens. Ja, kijk, zie je wel. Gimme. Ghoul, level 10. Dat is niet zo sterk. Ik denk dat ik hem kapot maak als ik hem één keer sla. Gimme Ghoul, jij bent wel lachen. In je mooie schatkissie.
Oh, ik ga hem gelijk niet vangen. Jammer. Oké, nog een keer proberen. Jammer dat je mijn level 10 bent trouwens, man. Ik had jou graag in mijn team toegevoegd, maar level 10 is wel echt laag. Deze Pokémon is in een schatkist geboren 1500 jaar geleden. En het zuigt de kracht om te leven uit mensen die probeerden te pikken uit de kist. Wow, wow, wow. Is Gimmicool een beetje goed, jongens? Laat het ook even weten in de comments. Ik ben heel benieuwd namelijk. Nummer 391 in de Pokédex. Dat zou kunnen betekenen dat hij best wel goed is. Oké, maar waar moet ik nou zijn? Ik moet zijn bij de kruising tussen blauw en groen. Dus dat is daar. We moeten letterlijk deze kant op. Oh, daar hangt hij. Ik zag hem. Ik zag hem, jongens. Zagen jullie hem ook? Kijk. Hier beneden hangt hij. Kapot groot. Yo. What up? Kom battelen. Oké, ik kom je halen, hè, vriend. Ik kom je halen. Waar ga je naartoe? Jij ging naar boven. Jij bent hier gewoon. Hallo. Meester Krab. Kijk je met zijn ogen draaien. Yo. Oh man, die is wel... Ja, het is wel met recht een titaan. Ik ga wel terrestrialize, hoor. Let's go, dat gaan we gelijk doen. Klaf, de Stony Cliff Titan Pokémon. Yo, Quaxwell. Terrestrialize form, let's go. Ja, hij doet Vice Grip. Is dat een grasaanval? Nee, 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 dat is geen grasaanval, gelukkig. Let's go, Water Pulse. Op zijn bakkes. Hij is bijna in één keer kapot. Oh, 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 maar dit is nog niet het einde. Hij rent weg. Hij rende deze kant op, toch? Je was... Ja, hij is hier beneden, hij is hier beneden. Ik spring op zijn hoofd. Ik ga op zijn hoofd springen. Hallo? Poef. Oh, waar ben ik? Hij moet nou geen scheet laten, jongen. Dan gaat het helemaal fout. Oh my gosh, daar stond ik eigenlijk, hè. Wat doet hij? Oh my god. Hij begint iets te eten. Hé, en daar is Arvin. Hij zegt, Rikachu, heb je het gevonden? En dat ding is de Stony Cliff Titan. Die klaffs, die horen helemaal niet zo groot te zijn. En vanaf nu wordt hij alleen nog maar sterker nadat hij die kruiden heeft gegeten. Oh, Rikachu, pas op. Oké, let's go, let's go. We gaan hem battelen, maar hij is nu nog sterker. Arvin, die heeft een Sheldon'sje meegenomen. En daar gaan we. Hij begint met Rock Smash. Ja, dat kan ik wel hebben, denk ik. Hoeveel pijn doe ik hem? Eens even kijken. Oh ja, toch nog de helft, hè. Hij gaat kapot, jongen. Oh, maar hij wordt wel nu echt sterker. Hij wordt nu echt heel veel sterker. Hij wordt heel erg boos ook. Maar als we hem kunnen raken, gaat hij wel kapot. Sowieso kan één van ons hem raken. Oh, Sheldon doet leer. Lekker bezig, Arvin. Zal ik Aqua Jet doen? Dan ben ik sowieso sneller. Aqua Jet, is het genoeg om hem te verslaan? Beam. Lekker, man. Lekker. Ja, ja, ja. Claffy is down. Sorry, Klaf. Sorry, man. Oh, nee. Nee, je hoeft niet gaan, dood te gaan of zo. Woepertje gaat nog naar level 15. Ja, hij heeft natuurlijk een gat gemaakt hier nu. Een gat in de rotsblokken. Arvin zegt, die Titan-Pokémon, man. Hij is een beetje bang voor ze. Oh, we gaan naar binnen. Arvin durft te wedden dat er hier binnen meer van die Herba Mystica is. Want dat was die Titan aan het eten. Laten we gaan kijken, zegt hij. Oké, oké, is cool. We gaan gewoon deze grot in. Ja, net vers gemaakt. Beetje donker, zegt hij. Oh, hij ziet iets. Of, zie... Ja? Nee? Ja, wel. No way. Wat zie je, jongen? Hij ziet een bloempie. Dit is de Herba Mystica. Herba Mystica. Staat dat gewoon voor HM? Dat we vroeger Cut hadden en Strength en Surf en Waterfall en zo. Dat was ook HM. Herba Mystica is ook HM. Maar hij zegt in ieder geval, het ziet er precies zo uit als in het boek. Nou, cool, man. Jee, we hebben er een gevonden dankzij jou, Rikachu. Nou, laten we eens kijken. Wat heeft het boek te zeggen? Dit is de zoete Herba Mystica en die is goed voor de spijsvertering. Werkt goed tegen buikpijn ook. Oké, cool. Ik wil hem wat laten eten. Wie wil je wat laten eten? Wil je mij wat laten eten? Oh, hij gaat koken. Hij kan blijkbaar heel goed koken. Yeah, ja, watcha, ja. Ik weet niet hoor. Kook jij ook altijd zo? Alsjeblieft. Een Arvin Original Sandwich vol met kruiden. Oh, en we krijgen nog een badge. We krijgen een badge van Arvin, omdat we die Titan Pokémon hebben verslagen. Een Titan badge die hij zelf heeft gemaakt. Hey, lekker man. Hoppakee. Kijk, we gaan lekker van broodje genieten ook zo te zien. Om, nom, 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 nom. Lekker man. Dankjewel, dankjewel. Hey. Ja, jij wil zeker weer een broodje hebben. In het begin van de game heb ik jou ook al een broodje gegeven. Arvin die zegt ook, wat is er met dat ding? Dan komt hij gewoon zomaar uit zijn pokeball wanneer hij daar zin in heeft. Ja, daar lijkt het wel op. kijk hem te stoer doen. Hij wil mijn broodje. En Arvin die zegt, nee man, nee, is niet voor jou, is niet voor jou. Nu mogen wij beslissen wat we gaan doen. Nou, nee, neem maar gewoon een lekker happy van mijn broodje, joh. Ik zei een happy! Niet helemaal! Arvin die zegt ook, daar heb ik helemaal dat broodje lopen maken en dan geef je hem gewoon zomaar weg. Nou ja, zo te zien is Coriden er wel blij mee. Oh, ik krijg nog een half broodje van Arvin. Nou, dat is lief, dankjewel. Nee, die is voor mij, jongen. Oh my gosh, wat gebeurt er? Oh, we kunnen nu dashen met Coriden. Oh, nice.
Dus elke keer als we hem zo'n sandwich geven met die Herba Mystica, die HM, dan wordt hij sterker en dan kunnen we meer dingen doen. Nice! Dus daarvoor is de Titan Path. Oké, duidelijk. Arvin die zegt nog, nou, als het Pokémon allemaal sterker maakt, dan wordt dat waarschijnlijk super handig voor de Treasure Hunt Assignment die we hebben. Nou, top. Bedankt voor je broodje. Ik wou hem nog even helpen met afruimen, maar dat hoeft blijkbaar niet. Oké, nou, graag gedaan, Arvin. Tot de volgende keer, denk ik. Hij zegt, de kust is veilig. Oké, wat ga je doen dan? You can come out now. Hij heeft ook een Pokémon bij zich. Waarom laat hij die Pokémon niet zien? Schaam je voor je Pokémon of zo? Hé, en mijn telefoon gaat weer. Het is professor Sada. Die zegt, hey, hallo, daar ben ik. Ik detecteer dat Koraidon wat sterker is geworden. Ja, inderdaad, dat komt door die HM. En ze zegt, ja, je kan overal naar in Paldea kan je naartoe. Kijk maar wat je wil doen. En zorg goed voor Koraidon. Ja, ga ik doen, ga ik doen. Komt helemaal goed. Dus nu kunnen we sneller zo... Ja, dit is cool, dit is cool. Dit is wel nice, man. Nu kunnen we gewoon veel sneller door de map heen. Heel nice. We zijn vlakbij een punt van Team Star. En ook vlakbij de gras-type gym. In de volgende video gaan we een van die twee doen. Laat even weten wat jij wil dat ik ga doen. En dan zie ik jullie gewoon allemaal weer bij de volgende. Doe de duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren. Mazzel!